Q-Music DJ Hila heeft nog nooit wat gewonnen. Maar daar gaat ze vanaf nu wat aan doen. Met de hulp van bekende YouTubers stoomt ze zich klaar voor de strijd. Want Hila wil winnen. Ik ben eerder een walvis momenteel. All I do is win, 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 no matter what. Bij Zeemermin zwemmen ga je zwemmen als... Heel goed, in Zeemermin. Ik ga hier vandaag trainen bij zwembad De Rozenburgt. Maar ik heb natuurlijk wel wat hulp nodig. Dus ik heb de hulp ingeschakeld van... Tada, Thomas! YouTuber Thomas van Grinsven ken je van zijn YouTube-kanaal Gewoon Thomas. Maar zo gewoon is Thomas niet. Hij houdt best wel van een geintje en hij is niet bang voor een beetje water. De perfecte zeemeerman dus. Heb jij hier ervaring mee, Thomas? Totaal niet. Ik weet ook echt niet waar ik aan begin nu. Ik doe het echt voor jou. Yes. Ja, je moet niet in je eentje voor lul staan, toch? Hoeveel schat je mermaid-talenten in? Merman-talenten in? Heel groot. Op een schaal van 1 tot 10? 4,5. Dat hoop ik ook. Binnen wacht een echte mermaid op ons die ons gaat leren mermaid zwemmen. En het wordt een echte challenge. Merman versus mermaid. Dus één van ons is sowieso de Sjaak. En dat ben ik niet. Oké, doei. Let's go. Nou, ik hoop dat ze wel een zwemdiploma hebben. Oké, doei. Ik zie een zeemermin. Wow. Ik zie een zeemermin. Jij bent zeemermin van beroep. Voor mij is dus bijvoorbeeld een kinderfeestje of een optreden echt pas een succes als de kinderen dus denken dat ik een echte zeemermin ben. Oh, wow. Aww. Ja. Ja. Maar je zou het ook zo geloven. Inderdaad. Ik ben heel blij wel dat jij dit kan, want je gaat het ons leren. Zullen we gewoon lekker meteen gaan beginnen dan? Ja. Oké, voeten naast elkaar. Okay. Ja. Want straks kun je ook niet meer met je voeten uit elkaar. Dus wen daar vast aan. Dit is een beetje raar, toch? Een beetje wel. En nu gaan we een golfje maken vanaf de vingers. Dan de schouders. Dan je borst. Je buik. Het is een soort van buikdansen eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En je mag het rustig en sierlijk doen. Want een zeemermin is niet als een zeekoe. Maar rustig en Noemde sierlijk. Noemde je me nou een zeekoe? Ik denk dat ik een zeekoe ben straks. We hebben hier de staarten voor jullie. Yay. Oh jee. En geloof mij maar, neem het karretje ook even mee. Het is tijd voor... Een boxing! Ja, deze hebben we dus... Ik zie het al. Ja? Het is echt heel mooi. Wel? Ja, dit is helemaal onze kleur. Ik heb ze gekregen van Dutch Tilt. Daar kan je dus ook echt zeemermin staarten bestellen. Oh, dit is een groene. Groene. Ik wil deze. Kom ik weer in deze natuurlijk. Hoe voelt dat? Geweldig. Het lijkt net of ik er geen broek onderaan heb zoals ik nu zit. Ja? 3, 2, 1. Bam! Je moet hem uit, hè? How you like me now? We moeten nu naar het zwembad toe. Ja. Hoe gaan we dat doen? We hebben een karretje. Wacht, ik heb een idee. Jongen, kijk wat je doet. Je duwt me gewoon. Ik heb een idee. Kijk, ik ga duwen. Anna, die wacht op ons. Volgens mij ziet het er ook heel charmant uit dat we zo het zwembad inkomen. Ik voel me echt een zeemermin, maar dan vooral het een beetje klaar. Oh! Misschien kun jij beter duwen. Ik ga duwen. Oké, okay, ik blijf liggen, ja? Oh, wauw. Dit gaat veel beter. Yes. Nee, nee. Niet doen. Niet doen. Ik kan het nog niet. Ik moet de cursus nog volgen. High five. Nou Hila, jij gaat straks natuurlijk meedoen aan de wedstrijd. Dus wat mij nou heel erg leuk lijkt, is dat we nu alvast een klein voorproefje doen. En dat jullie dus nu samen die wedstrijd even aangaan. En dat we dan gaan kijken wie er gaat winnen. Ja, sowieso ik. 3, 2, 1. Oh, dit is duidelijk. Kom op, Hila. Dat is zo, ja. En terug, kom op. Kom op, Hila, kom op. Ja. Nou, dit is duidelijk, hè? Nou, waar bleef je nou? Verdomme. Sta hier al een kwartier, joh. Je moet nog wel even oefenen. Thomas is duidelijk sneller. Kan ze een potje schelpen opduiken wel winnen? 3, 2, 1. Oeh, ik ben zo benieuwd. Eentje gaat wel met een vinslag. Oh, Thomas heeft al een hele verzameling. Kom op, Hila. Zijn ze er allemaal al? Ik heb er 1, 2, 5. Ja, je hebt gewonnen. Oké, leuk. Met de wedstrijd die je straks gaat doen, kan je 2 prijzen winnen. Ja. Eentje voor de snelheid. Nou, Vindt daar moet niet. Je nog eventjes heel erg goed op oefenen. Of hoe je eruit ziet als zeemermin. Kleine kans. Dus ga misschien nog je topje pimpen. Doe nog wat moois in je haar. Mooie zeemermin make-up. Pimpen. Ben ze nog een beetje?
beetje succes. Ja, kom. Je kunt geen schelp oprapen. Je hebt geen snelheid. Maar je bent een mooie zeemermin. Ja. Dat wel. Dan moet ik wel nog eventjes oefenen. Komt goed. Wie niet snel is, moet mooi zijn dan maar. Dus Hila moet hard aan de slag met haar outfit. Oké, nou je hebt net gezien dat ik nog een beetje moet oefenen. Een petit peu maar. Dus ik ben weer de knutselwinkel ingedoken. En dit heb ik tot nu toe allemaal. Bikini, glitter, bandje, stickers met hartjes en parels. Kraaltjes, glitters. Bam! Ik heb gewoon een lijmpistool. Ik heb één tiet klaar van de bikini. Ik denk dat we hier maar gewoon heel veel glitters overheen gaan plakken. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Ik hoop dat die glitters blijven plakken in het zwembad. Want het is tijd voor de keiharde zeemerminnenstrijd. Verse vis! Verse vis! Hallo? Het is de dag van de wedstrijd. Ik moet dus gaan strijden als zeemermin. Ik heb mijn staart bij me. Ik heb mijn gepimpte topje bij me. Dus als dit geen winnen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben er. Ik ben op mijn zeemerminnenwedstrijd. Dat is toch fantastisch? Ik heb hier een goed gevoel over. Want als er één ding is wat ik kan... dan is het zwemmen. Met of zonder vin. Het is tijd voor een diepte interview. Met mijn grootste concurrenten van vandaag, Lotte. Lotte, goedemiddag. Goedemiddag. Ten eerste, wat zie je er ontzettend sportief uit? Ik heb net hard gelopen. Oh, top. Ik niet. Doe je vaak aan zeemermin zwemmen? Ik heb een paar keer meegedaan, ja? Maar dat is al een tijdje geleden. Okay. Dus ik moet straks even goed inzwemmen. Nou, we zwemmen zo meteen naast elkaar. Dus je bent echt mijn directe concurrenten. Dus ik wens je heel veel succes. Dankjewel, jij ook. Met Best Mermaid Win. Yes. Ik dus. Dan moet je je nog wel even omkleden, Hila. Dus ik ga mezelf nu zeemermin ready maken. Oké, dit is één. Kak, kak. Oh my god, wat? Hi, hallo. Ik heb het idee en het gevoel dat ik er eerder uitzie als Jasmine dan als Ariel. Maar misschien omdat ik een combinatie heb van de twee, nu dat ik meer kans maak. Maar toen dacht ik ook, als je een Disney-figuur zou mogen zijn, welke zou het dan zijn? Laat achter in de comments, ben ik heel benieuwd naar. En dan de final touch, glitterspray. Ah, dat doet pijn! Oh. Nog een keer. Oh, ik ga mijn been ook even insprayen. Terwijl je die toch niet ziet, maar waarom, ik zie je helemaal niet. Wat doe ik? Ik heb een fin aan. Oh mijn god, ik glitter! Oh, dit is iets te veel van het goede. Kijk dan, ik zie helemaal geglitterd. Ben ik aan het doen, echt letterlijk. Ik voel me een kind van 5. Maar goed, ik ben er nu, ik ben er klaar voor. Dat hopen wij ook. Ze moet nu toch wel een keer gaan winnen. Ben je klaar voor mijn zeemerminnentransformatie? Waar ik zo hard aan heb gewerkt aan mijn toppie. Klaar voor? Bam! Kijk, schelpen alles. Glitters. Goed, alle deelnemers 16 plus mogen naar voren komen. Het gaat beginnen. Jullie gaan je straks één voor één presenteren aan de jury hier achter mij. Zij gaan zo beoordelen wie de mooiste zeemeermin en man is. Moet ik ook tegen de mannen? Nee, je ook niet tegen de mannen. Oké, gelukkig. Die schoonheidsprijs had ik niet gewonnen namelijk. Nee. Wat spannend. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Hartstikke mooi. Als eerste Mirte. Ik moet zo meteen. Ik weet nog helemaal niet hoe ik erbij ga liggen. Lotte. Ik moet zeggen, iedereen heeft er wel echt werk van gemaakt. Ik zie glitters, ik zie schelpen-BH's. Ik zie sowieso heel veel buikspieren bij de vrouwen. Hila. Moet op. Oké. Ik ben eerder een walvis momenteel, maar... Oké. Ja, ik ben er klaar voor. Oh, mooi. Top. Mooi zo. Dank je. Zo, de vlees. Nou, viskeuring zit erop. Nu is het tijd voor de twee snelheidsrondes. Het eerste onderdeel is wedstrijdzwemmen. En het tweede deel is een zwemparcours onder water. Dus kom op, flipperen met die vin. Klaar voor de start. Af. Lotte heeft een hele lange adem. Nou, moedig zijn jongens. En terug op je rug. Wat gebeurt er nou? Ja hoor, Hila ligt op voorsprong. Dit gaat snel. Wow. Yes. Woehoe. Ik heb mijn eigen geput.
Hila heeft in ieder geval tegen Lotte gewonnen. Nu het parcours nog. Ik ben helemaal enthousiast. Hila klaar? Check. 3, 2, 1, start! Wat spannend. Daar gaat ze door het zeewier heen. En hoppa, die schelpen in de lucht. Door het gat. Ja hoor, dat gaat lekker snel. Jee! Applaus! Dat was echt superleuk. Er gaat water uit. Want hierna moeten mijn concurrenten. 3, 2, 1, go! Oeh, daar gaat Lotte. En dat lijkt ook lekker vlot te gaan. Spannend. Tijd voor de zinderende zeemeerminnenontknoping. En we beginnen eerst met de mooiste. De mooiste zeemeermin in jullie categorie. Dat is geworden Lotte. Ah nee, al die glitters voor niks. Hey, kom op het podium. Oh, super, hartelijk gefeliciteerd met deze mooie beek. Ah, tof. Zal ze dan misschien de snelste zijn? En dan nu de laatste prijs van vandaag. In de 16-plus categorie vrouwen gaat het om snelheid. En als winnaar, ruim gewonnen zelfs, is dat geworden Hila! Yes! Kom op het podium! Yes! Eindelijk! Eindelijk! Super! Gefeliciteerd! Dankjewel! Goed gedaan met de beker. Een mooie beker! Kijk nou! Word zeemeermin! Ik ben een zeemeermin! Yes! En deze mooie. Dankjewel! Super gedaan! Dank je! Voor een harde beker! Hila heeft eindelijk gewonnen! Hoe is het mogelijk? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Yes. Met een tijd van 1 minuut 10. Dat is dus 20 seconden sneller dan de nummer 2, want die had 1 minuut 32. Mag toch wel zeggen dat ik me een partijtje trots op mezelf ben. En ik ga eindelijk niet met lege handen naar huis. Ik heb wat gewonnen, maar nu heb ik de smaak te pakken. Dus ik wil natuurlijk nog veel meer winnen. Gaat Hila volgende keer weer winnen? Dit zie je volgende week. Als Hila één ruk krijgt, ligt ze op de grond. Kom maar. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal voor alle afleveringen van Hila wil winnen.